I have earned my throne. Justice. Let the undead rise, a plague to purge the world of life. What do we need to fear? The worst has already happened here. My undead, they risen, but I'm still slave to this torment. May my aim be true, this banshee queen has plans. De rest moeten we daar even gaan verkopen. En we gaan eventjes naar de grote stad. Om professions op te pakken. Ik ga jullie dadelijk uitleggen wat dat is. Dat kan ik beter uitleggen als ik het open voor mijn neus heb. Even kijken, we gaan even met een... bewaker praten, want wij moeten naar de profession trainer. En dan moeten wij hebben de tailoring, want die kan kleren maken. En kleren zijn de cloth, dat is dus wat wij kunnen aantrekken. Go with honor. Kijken. Ja, waar even, ik moet eerst daar naartoe lopen. Kijk, nou zie ik waar het is. Dus daar. Daar moet ik zijn. En ik weet dat die andere enchanting, die zit hier. Ik weet toevallig uit mijn hoofd. Loopt er nou een gast naakt rond hier? Die gaat gewoon zwemmen hier, what the fuck, ouwe. Daar gaat hij. Ik zeg altijd, ieders hobby, moet hij lekker zelf weten. Als hij daar in de vijver wil gaan zwemmen, moet hij dat zeker doen. Maar, ik denk dat er leukere dingen in het spel te doen zijn dan in zo'n vijvertje zwemmen. Maar goed, zoals ik al zeg, ieders ding. Ik ga me daar niet mee bemoeien in ieder geval. Hier kunnen we straks onze eigen groep maken. Hier kun je eigen guild opzetten. Praat je met... Guild tablet kost 1 geld. What the fuck. Kijk, nou is hij nog grijs, omdat we niks hebben aangegeven wat we willen hebben. Go with honor, friend. Maar, stel dat ik een guild wil aanmaken, kost me dat 10... 10 gold. Nou, dan gaat het niet worden. Oh, wacht, nee, dus, deze moet ik allemaal niet hebben. What can I do for you? Dus guild tablet. Oh, vorm een guild. Register a guild, nee. 10 zilver. Hoeveel heb ik er? 2. Nou, we moeten nog even mee wachten dan, hè? Ja. Yeah. Misschien moeten we vast gaan bedenken hoe we onze groep gaan noemen. Misschien wel een leuk idee om daarover na te gaan denken. We hebben nu nog niet genoeg geld. Ik ga in ieder geval deze shit even verkopen. Ik heb al iets meer. You need something? Ja. Ik wil deze shit verkopen. En deze mag ook weg. En die mag ook wel weg. Die letter hebben we nodig. Deze brief die moeten we daar naar die stad brengen. Light bless you. Dat was een opdracht. Daarom kunnen we die ook niet verkopen. Wij gaan eventjes enchanting halen. Dat zit in een gebouwtje daar. Als het goed zit hier een ingang. Daar ja. Ik wil zeggen, ben ik nou gek? Hier. Greetings. Hoi. Accept. Zo, even kijken. Dan moet ik even mijn spelboek Farewell. Openen. Enchanting. Die daar. En disenchanting. Daar. Corruption. Daar. Er zijn mijn andere spells. Ik had er toch nog één. Ja, deze. Zo. Misschien is het beter als deze daar niet zit. Die spells die hadden we daar straks gekocht. Hè, daar zijn weer die extra spells die schade aandoen. Maar je ziet ook dat ze meer mana kosten. Deze kost 35 mana. Je moet eigenlijk een wand hebben. Dat is eigenlijk zeg maar een item waarmee ik van afstand kan aanvallen. Weet je, ik kan het niet uitleggen. Ik moet dat eerst laten zien. Het is echt zo kut om uit te leggen wat dat is. Be careful.
Taylor, train me. Apprentice Taylor. Yes. Nou kunnen we zorgen dat. Nou kunnen we straks onze eigen kleding gaan maken. En dat moeten we wel hebben. Tailoring, die zetten wij daar neer. Zo. Ik wil even aanklikken, kan ik laten zien. Kijk, bijvoorbeeld hier 12 armor. Dat is wel beter dan die 9 armor die we nu hebben. En naarmate je, dat je dit gaat doen, krijg je meer. Dingen om te maken en ook betere dingen. Ik ga heel even snel een flight path pakken. Er zijn locaties. Bij bepaalde steden kun je van stad naar stad vliegen. Mits dat ze een vliegpunt hebben. Hier zit een vliegpunt, dus ik ga hem even met hem praten, zodat ik in het vervolg, als ik ergens anders ben, weer terug kan vliegen naar deze stad. En die zit hier, de Griffin Master. Kijk, er kwam er eentje aangevlogen. Dus gaan we even praten. Well met. For the Alliance. Kijk, nou kan ik niet vliegen, want ik weet nog geen andere punt om naartoe te vliegen. Dit is het eerste punt waar ik tegenkom, dus nou kan ik ook nergens naartoe vliegen. Hij zegt ook, you don't have any flight locations connected. Dus daar kunnen we niks doen. We gaan hier naar beneden springen. Dus een korter als helemaal omlopen. Zijn we toch nog aan het zwemmen vandaag? Het is ongelooflijk. Ik zie trouwens dat ik mijn telefoon moet oplaaien, want die is zo dood als een pier. Ja, hier doet niks meer. Jorgen. Even kijken, we moeten nu naar Goldshire. Dan moeten we deze weg rechtdoor blijven volgen. Dus eigenlijk hoef ik nou niks te doen behalve te drinken. En Marinda, snap je het nou iets meer of zeg je nog steeds van, what the fuck? Nog steeds niet. Blijft er iets hangen waarvan je denkt van, ja, dat maakt wel een beetje, ja, dat is wel logisch. Oh, hier ligt een dode koe. Ja, die geeft geen melk meer, kan ik je vertellen. Moi. Oh. Nou, sorry hoor. Ave Maria. Oh, hier hebben we die letter, die brief die we bij hebben, die moeten we aan deze gast geven. King's honor, friend. Marshall Duggan. Report to Goldshire. Ja, daar zijn we nu. Alsjeblieft, hier is je brief. Go with honor, friend. Nou, nemen we meteen weer alle opdrachten aan hier. Hello. Hallo. See you around. Jo, later. En we gaan eventjes onze steen gaan we op deze inzetten. Dit is een in. What can I do? Ik heb toevallig de quest uit mijn hoofd, dus ik weet waar ik ze op moet pakken. Dit is het inmaster. Hello. Oké, daar praat je mee, zeg je. Even inzoomen, kan dat? Ja, dat kan. Make this in your home. Dan klik ik daarop. Do you want to make Goldshire your new home? Dus dan is dit je nieuwe thuisbasis. Dan zeg je accept. Kijk, en dan krijg je zo'n blauwe gloed over je heen zometeen. En iedere keer als ik nou hierop klik, dan teleporteert hij mij, als hij klaar is met deze, dan teleporteert hij mij hier naartoe. En dan hoef ik niet terug te lopen straks. Dat scheelt me een hoop tijd. Even kijken welke quests hadden we nou. Die. Ik ga eens even shift klikken. Zo, dus als je hier komt te staan, is wel makkelijker lezen. Scout through the Fargo Deep Mine. Oké, we moeten naar de mijn toe. Ik weet toevallig. Toevallig weet ik waar dat die is. We moeten 8 kaarsen verzamelen. En 8 gold dust, oftewel goudachtig zand.
We worden keihard aangevallen door een spin. Maar die gaan we gewoon negeren. We lopen gewoon verder. YOLO. Want met die spin heb ik nu even niks van doen. Dat is niet onderdeel van een van mijn opdrachten. Dus ik loop gewoon lekker verder alsof er niks aan de hand is. We moeten van die koboldgasten gaan killen. En die droppen die kaarsen en dat gouden zand. Daar zijn... Ik ga trouwens eerst even mijn companion oproepen. Want 2 is beter dan 1. Hé, hey, hij doet het weer. Jazeker, ik heb hem gefixt. We zijn gewoon keihard bezig, Rambees. Ik was trouwens wel benieuwd hoe jij op het op ham games kwam. Hou je van ham ofzo? Ik hou van schouder, een beetje dat zoutje, dat vind ik wel lekker. Oh, die koe is dood. Waarom gaan ze die koe nou killen? What the fuck? Totaal geen opdracht of zo, dat weet ik toevallig. Er is geen enkele opdracht dat zegt van, joh, je kill even die koe of zo. Maar goed. Ik vind het wel apart. Oh, die moesten we hebben, die kobalt. Die is dood, die poept niet meer. Dus we gaan eventjes hier naar beneden. Dit is trouwens die mijn. Die zit hier, is die ingang. Maar volgens mij, oh gast, die worden hier kapot gemaakt. Oh, daar kom hier een stel mensen uit. Holy fuck. Een van de opdrachten is om deze grot te ontdekken. Ik weet toevallig dat als we hier de hoek komen zijn en dan naar beneden lopen hier. Als we daar zijn, dan is die compleet. Hier, dat bedoel ik. Nou, dat is 1 quest. Dan moeten we alleen 8 kaarsen en 8 dust. En die droppen van die gasten die gewoon allemaal dood zijn hier. Dat is echt bizar. Dus dit wordt echt een struggle om al die... Om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Dit gaat even duren. Ja, zoals gezegd, dit gaat gewoon even duren. Misschien is het handiger of ik even kan kijken of iemand hier in een groep zit of zo. Even een groepje maken, dan gaat eventjes net iets sneller. Hier zit ook helemaal niks. Oh, er is 3, er is 3, er is 3, er is 3, er is 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik zag er net 1, toch? Nee, afblijven. Afblijven. Lol, eerste letters van mijn achternaam, voornaam en middelnaam. Maar ham is ook wel lekker. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou, kan hè, iemand van ham houdt, denk ik, noem zelf ham games. Dat kan ook natuurlijk. Maar moet zeggen, wel een creatieve manier om je gamertag te maken. Gast, alles wordt hier gewoon kapot gemaakt, hè. Ongelooflijk. En ik moet hier 18 items van die gasten zien te verzamelen. Hoe dan? Er staat hier, er staan hier met 50 man gewoon keihard te harken. Oes. Er loopt hier een smurf in een... smurf in een rok. Sorry, dat vind ik gewoon grappig. Sorry. Is er, oh, alles, het is gewoon allemaal dood hier. Alles is gewoon afgeslacht. Hallo? Ongelooflijk. Of nee, toch niet. Nee, inderdaad, toch niet. Ik wil een beestje hebben. Mag ik er een hebben, alsjeblieft? Is dat echt te veel gevraagd? Is er nou echt geen één in leven die niet aangevallen wordt? Op het moment dat ik het zei, werd er eentje aangevallen. Hey, een chest. Nou, laat er op zijn minst iets goeds in zitten. Een verzachte pijn. You are in combat. Vuil scheidbeest. Staat hij daar iets aan te vallen? Ik wil je niet... Ja, jij bent echt een vuilak. Als jij hem nou wel krijgt. The item is already being used. Gadverdamme. Het zit me niet mee. Alles wordt voor me dus weggejat. Ongelooflijk. Ik weet toevallig dat hier dadelijk ook eentje gaat spannen, denk ik. Een beetje op ziek. Ik heb echt het gevoel alsof ik achter de feiten aanloop. En iedere keer als ik ergens wegloop dat er dan eentje komt.
Ik ga gewoon hier wachten, het is goed. Ik trek deze shit niet. Alles wordt gewoon voor je neus neergemind. Oh, is hier een remspoor? ging niet helemaal goed. Ja, er is er een. Tjaka! He. Die is van ons. Nou mag je aanvallen, doet hij niks. En als ik een chest wil looten, dan valt hij aan. En dan kom ik in combat, kan ik hem niet looten. Oh shit, dat is wel heel stom wat ik moet doen. Ik doe deze maar daar. Dankjewel. Hey, gold dust. Nou, 1 van de 10. Hey. Nou, Lottem. Nog 9 te gaan. Oh, er is er een. Tjaka. Val op aan. Mis, nee, raken. Juist. Net zeggen. Oké, zoiets. That's still recharging. Hup. Ja, kom op. Ik ga op kant dood hier. Een belt. Nou, die is niet beter. Is net zo goed als die ik al aan heb. Dus laat me zitten. Er is er een, die is van mij. Corruption erop. En Myolate. Kijk, je ziet op die aanval die ik net gedaan heb. 10 shadow damage en 4 damage over 3 seconden. Hoppakee, dood. Ook weer dust erbij. En deze is stukken beter. 8 armor in plaats van 3 armor. Dus die gaan we even omruilen. Dan zien we er al meteen anders uit. Oh, nou kan ik hem niet aantrekken omdat ik aangevallen word. Moet ik hem even gaan killen. Kijk, als ik er niet mee bezig ben, als ik zelf bezig ben met mijn inventory, dan word ik gelijk aangevallen. En als ik ze opzoek, zijn ze allemaal dood. Dat is echt bizar. Dit spel af en toe. Zo. Nou, weer gold dus erbij. Dat is wel weer mooi. En dan eventjes omruilen. Dan zien we er gelijk anders uit. Nog steeds een vent in een rok. Maar goed. Het zal wel. Dan moeten we maar even doorheen gaan kijken. Wend er maar aan. Ja, er is er nog eentje. Klats. Hup, aanvallen. Die is van ons. Hup, ziek idee. En ook die is down. En een candle, die moesten we ook hebben. Kijk, 1 van de 8. En 3 van de 10 gold dust. Ik heb eigenlijk stille hoop dat er hier eentje is. Een hert. Nou, dan kill ik die maar. Uit frustratie. Ja. Ja! Oh, we hebben geluk. Dus herten killen brengt geluk. Het is goed dat ik dat weet. Ik ga een beetje dood, jongens. Ho is. Scheelt niet veel. Candle, mooi. En door. Ik ga ook even eten en drinken, want dit duurt. Dit gaat niet goed anders. Even mijn levens terughalen, zo. Ja, er is er een. Afblijven, die is van mij. Juist. Corruption erop. Nee, niet corruption erop. Dat niet. En dood. Kom op. Hoppakee. En dan zijn we weer in de grot. Deze hele vervelende grot. En ik heb hier helemaal geen zin meer in deze quest. Want die duurt me veel te lang. Maar ik moet het doen. Want ik moet levelen. Daar is er eentje. Die gaan we killen. Afblijven, kleine smurf. Kijk, die kleine smurf. Die wou hem jatten, hè. Irritante midget. Topzouten. Volgens mij is het nog een Spanjaard ook, want het is volgens mij zit in een Spaanse groep. Antiguas, Leandas, hey, Gold Dust en een Large Candle. Die moesten we allebei hebben. Kijk, daar zijn de betere drops. Kijk, nou hebben we het ergens over. Als dan nou de rest van de tijd ook zo doorgaat, hè, dus allebei droppen, dan zou ja, best wel relaxed zijn eigenlijk. Maar ja, mijn kennende gebeurt er eenmalig en daarna nooit meer. Oh, er is er een. Die is van mij, kill. Die is van mij!
God om de nakende. Ja, ja, nee, nee. Het is al zo warm. Nee, nee, afblijf. Jij vuile, vieze, vervelende, nare vent. Het toch. Ja, die is van mij. Van mij. En aanvallen. Kom op. Sterf. Oeh, die oor, die is ook wel fijn. Die moeten mensen altijd hebben. Dus die gaan we zeker bewaren. Er zijn bepaalde items die ik uit mijn hoofd weet. Dat zegt jullie waarschijnlijk geen fluit. Maar er zijn bepaalde items die veel waard zijn. Waaronder koppenoor. Want die hebben blacksmithers nodig om items te maken voor hun eigen keer en zo. Beetje een smederij. Een smederij die kan die gebruiken om items te craften en zo. Zo, ik ben aan de boeren vandaag, jongens. Echt ongelooflijk. Die is van mij, kill. Nee, Perry. Ho, is. Ik pak hem ook gelijk. Ja, maar joh. Ja, val hem maar aan. Die is toch niet bij jou. Die is van mij, dankjewel. Ik doe niet aan groepen, want het gaat niet goed komen. Sorry. Want je weet, zoals je weet, als je in de groep gaat, krijg je de helft van je experience. En daar heb ik eventjes helemaal geen zin in. Oh kut, ik ben dood. Kut. Hang niet moeten. Waarom val ik nog een beest aan? Zal ik maar zo'n beetje health houden. Waarom doe ik dat? Waarom? Maar ja, krijg het ook een keer van de andere kant zien. Nou zijn we dood. En wat moet je dan doen? Dan moet je met je geest terug naar je lichaam lopen. In dit geval... valt de afstand nog mee die je moet lopen. Dit is de geest waar ik nou ben. En dit, daar ligt mijn lijk. Maar je hebt wel eens dat je denk maar daar doodgaat. En dat je daar vanaf daar naartoe moet lopen. Dat is dan niet het geval bij dit gebied. Maar er zijn gebieden dat je echt het hakje eind moet lopen. Echt in die tijd had je echt 5 of 6 keer kunnen douchen. Nou. Daar komt hij in hoor. Hey. Hup, ga ze erop. Of niet, of niet. Nou, we zijn al boven ons lijk, maar ja, we zitten in die grot. Dus die afstand tussen de grot en het lijk is nog te ver weg. Dus we moeten echt in de grot om naar je lijk toe te lopen. Fijn is wel dat je ook de beesten kan zien als je dood bent. Dus als je niet dat je daar tot leven komt, dat je meteen weer aangevallen wordt. Except, hier zijn we dood gegaan. Hartstikke mooi. Even de companion opnieuw oproepen. Oh, daar is er een. Oh, die wordt aangevallen. Ave Maria. En dan meteen weer even de buff erop gooien. Hè. Extra armor en 3 health per zoveel seconden. En die is van mij, dankjewel. Je hebt niet opgelet. Oh, is meteen 2. Hé, hey, als jij eens even helpt, vriend. Want ik ga hier keihard dood. Let's go. Lekker man. En als je mana ook nog low. Het is toch niet te geloven, hè. Nou, dan val me aan, zorg maar dat hij... Ik ga weer dood. Maar hij is ook alweer dood. Kut. Niet meer mana en niet meer levens. I'm going dood. Oh, is. Oh, dat is nice. De andere poppetje was dood gegaan, dus ik ben om level omhoog gegaan. Oh, is. Zo, dat bedoel ik dus. Nou hebben we echt geluk, hoor, hé. Zoals ik eerder uitgelegd heb, iemand anders had dat poppetje... Oh, oh. Niet bewegen, dan gebeurt er niks. Niet bewegen... Niet bewegen. Kut. Kom op, summon die imp. Kom op, ik ga dood. Kom op. Val aan. Jij vuile, gore... bloedhond. Val jij hem maar aan dan. Ja, dan ga je niet menen, hè. Oh ja, top.
Zo, even frustratiemomentje was dat. Zo, dikke crit. Hup, candles, gold dust. Kijk, hè, we komen weer ergens. Hoes, ja, die wil ik hebben. Thanks. Aanvallen, 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 aanvallen. Nou moet ik even weer mijn health gaan... Spirit buff, dat is ook wel relaxed. Hoppakaas, krijg ik extra spirit, dus meer, meer mana. Spirit zorgt ervoor dat je mana meer wordt. En dit is een tijdelijke buff van 30 minuten, of als ik dood ga, ja, dan is die weg helaas. Of nee, toch niet? BRB, dat is goed, Marinda, tot zo. En wij gaan gewoon lekker doorharken. Kijk, die heb ik allemaal niet nodig op het moment. Kutje, 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 kutje. Zo, en door. We moeten nog steeds even kijken. We hebben 6 van de 8 kaarsen. Dus we moeten nog 2 kaarsen. En 5 goudzand. Ongelooflijk. Nog steeds niet. En soms heb je gewoon echt de bolle pech dat hij gewoon niet dropt. Zowel het gouden dus niet. Als die candles. Dus dat is echt wel zuur. Het stikt hier ineens van die beesten, joh. Ja, kut. Nee, gewoon niet. Laat me met rust, man. Oh, kut. Ik wil weer keihard. Val aan, val aan, val aan. Ik ga dood. Ik ga dood. Ik heb gewoon 5 levens. Oké, ik ga dood. Ik ga alsnog dood. Mijn mana is low. Wat een vervelend spelletje soms. Ik wil eigenlijk level 10 gaan halen. Want dan krijg ik een verbeterde versie van die imp die ik nou bij heb. Hij. Dat is een verbeterde versie. Die doet wel minder attack power. Maar hij heeft wel meer levens. En hij is eigenlijk. Hij moet eigenlijk de schade op zich nemen. Zodat ik van afstand gewoon kan aanvallen. En hij zorgt er ook voor dat dat beest. Niet die aanvalt, dat hij op hem blijft. Zodat ik daar geen last van heb. En die krijg je op level 10. Maar ja, we zijn nog level 6. Dus dat is vervelend. Maar goed. Dat is een zorg voor later. Is mijn drink op? Nee. Ik kan hier resurrecten. Ik lig hier echt precies onder in die grot. Maar de afstand was zo kort dat ik ook hier kon resen. Dat is mooi. Ik ga weer even de armen erop gooien. En onze imp bijhalen. En als het goed is, met een beetje geluk, loopt hier ook al zo'n beest rond. Ergens. Ja, daar. Not enough mana. Dat is kut als je net rest, dan heb je niet genoeg mana. Eigenlijk had ik hem niet moeten aanvallen. Maar goed. Huppakee, allebei. Kijk. Dat zocht ik. Nou hebben we de gold dust hebben we. Dan moeten we alleen, of de gold dust niet. De candles hebben we, de kaarsen. Nu alleen nog het gouden zand. En dan zijn wij er klaar voor. Hoppakaas. En door. Ja, jou wil ik hebben. Ik ben sneller, denk ik. Nee, hij is sneller. Kut. Ik moet dadelijk een boer laten. Ik voel hem nou al opkomen. Ja, dat is maar lucht, hè. Dat is maar lucht. Een schaap, hoes. Maar ik moet geen schaap hebben. En deze gozer is wel heel agressief. I'm out of range. Juist, aanvallen die zooi. En hopen dat hij dat gouden spul dropt.
Kom op, kom op. Drop hem, heb je hem? Nee. Fuck. Ik ga toch weer die grot in. Daar spannen er toch wel bizar veel. Ik heb er daar nog eentje staan. It's too far away. Ja, dan moet je dichterbij gaan staan. Die heb ik, jammer joh. Jammer joh. Nou, wel eens aan. Huppakee. Ook niet. Dat is zo jammer. Kijk, wat nou trouwens dropte net. Linen cloth. Die heb ik nodig om mijn profession te kunnen levelen. Want linen cloth, moet ik er twee van hebben, dan kan ik een bolt. Dus echt een soort van balletje garen maken. En met die balletje garen, deze moet ik kopen, kan ik bijvoorbeeld deze maken. En zo heb je allemaal verschillende soorten cloth die je moet verzamelen om bepaalde dingen te kunnen maken. Maar dat merk je mezelf wel een keer. Daar ga ik nou niet te diep op in. Eén stapje vooruit. Oh ja, die is van mij. Aanvallen. Kijk, een grot spannende meer, maar dan heb je wel meer kans dan ze jou pakken. Maar goed. Kijk, gold dust, die moest ik hebben. Water en linnencloth, hartstikke fijn. Dat moest ik ook hebben. Kijk, nou zou ik bijvoorbeeld al een bol. Dan zou ik er al eentje kunnen maken, kan ik vast doen. En dan zul je zien dat van 1 gaat hij naar 2. En zo kun je hem levelen tot 75. Daarna moet je opnieuw naar de trainer. Dan moet je de volgende. Moet je weer gaan upgraden zodat je weer verder kan levelen. En zo level je tailoring. Daar is er een, daar is. Juist. Klats in je nek. Jij mag ook aanvallen. Huppakee, kom op. We moeten er nog 3 droppen, alsjeblieft. Oeh, heb eens. Hoppakee. Nog 2. Wat een ellende. Ja, 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 ja. 2 hebben we er hier. 1. En nog eentje. 2. Alle aanraken en doodmaken. Kom op, kom op. Niet doodgaan nu. Wij kunnen dit. Wij kunnen dit. En meteen door op nummer 2. Hem ook doodmaken. Door, door, door. Oh, oh. Dat wordt spannend. Dat wordt heel spannend. Nee! De mana is op. Gedood. Oh. En gold dust. Kijk. Heeft hij ook nog... Kut. Hij heeft ook gold dust. Ik ga dood, maar ik ben klaar. Dus maakt mij niet uit dat ik dood ga. Laat me doodgaan. Pak maar. Vuile slet! Ik bedoel, hè, vervelend. Bah. Ik ga gewoon hier rennen. Fuck it. Ik ben nog geen level 10, dus het kost me ook geen... Oh ja. If you find your corpse, you can resurrect to a penalty. If you resurrect you, all your items will take 25 durability damage. Laat me zitten, ik loop. Nee, laat me zitten, ik loop niet. Fuck dat. Kijk, zoals je ziet, staan er een paar dingen in het geel. Dat is je gear. Dus dat zie je hier ook. Even kijken. Hier bijvoorbeeld bij die feet. Durability 5 van de 20. Als die op 0 van de 20 staat, dan is hij kapot. En dan zul je ook zien dat je een stukje minder health hebt. En dan gaan de stats, zo statistiek ook naar beneden van die items. Wat je dan moet doen is even teruggaan naar een blacksmith. En die kun je vinden door... I supply only hier, the finest... repair all items. Zo, nou is alles weg, is alles weer gemaakt. Dan eventjes dat gastje summonen. En dan kunnen we dadelijk weer vooruit. Ik heb trouwens echt bizar warm. Even kijken. We gaan even die shit verkopen, dat gaan we even doen. Hij mag weg, hij mag weg. Hij mag weg. Hij mag weg, hij mag weg. Hij mag weg, hij mag weg. Hij mag weg. Dus de gold dust en de candles moeten we bewaren. Die kunnen we ook niet verkopen, want het zijn quest items. En dit moeten we allemaal bewaren, want dat is goed spul. Be careful. Dus, wat we even kunnen doen, we hebben nog klot hebben. Dat kunnen we ook nog even overzetten. Ik zou je denken, waarom doe je dat nou? Kijk, als ik deze ook omzet in klot... Let op.
create. Komt die hierbij te staan en dan scheelt mij weer een slot in mijn inventory. Dus dan heb ik er twee hiervan. In plaats van twee verschillende items die eigenlijk hetzelfde waard zijn. Well met. Complete quest. Wat een ziek idee. Light bless you. Accepteer de nieuwe. Moeten we hem nog inleveren. Hey there. Hoi. Doei. Safe travel. Ja, dankjewel. De model. Ik loop hem gewoon voorbij. Ik wil zeggen, ik heb hier net iets gepakt daar straks. How are you? Goed hoor. See you later. Ja, de mazzel. Hadden wij nou die dingen hier neergezet? Ja, Godzijdank. Oké, top. Even kijken. Click me, click me. Storm, shipment to Stormwind. Dus we moeten terug naar de stad straks. En we moeten scout through the Jasper Load Mine. Dat is ook een mijn, maar die zit helemaal daar. Dus daar moeten we even naartoe, moeten we even naar binnen lopen, net zoals bij de vorige, en even ontdekken. Dus kortom, gewoon naar binnen lopen en weer terug naar buiten. En dan ga ik de hardstone gebruiken, want ik ga niet weer vanaf hier weer helemaal teruglopen. Dan gaan we gewoon teleporteren. Wel zo handig. Ik ga eventjes een nieuw drankje vatten, want ik krijg er dorst van. Had ik hier een flinke emmer met ijs staan. Dat is inmiddels helemaal gesmolten. Maar gelukkig is het nog koud. Ja, val maar even aan. Hoppakee. Er is hier volgens mij al iemand geweest, want ik zie hier allemaal weer lijken liggen. Als je deze dingen tegenkomt, echt die botten, dat betekent dat hier een speler dood is gegaan. Dus, mocht je zoiets zien, dan weet je, oei. Ja, is een speler dood gegaan. Dus dan kan het zijn dat hier ergens een beest zit dat behoorlijk sterk is. Of iemand is gewoon heel dom geweest en heeft niet opgelet, dat kan ook. Even kijken, is dit is niks. Als het goed is zijn we er bijna, we zijn er bijna. Als het goed is zit dan hier links die mijn. Kijk, zie de ingang al daar is. Ik hoop dat er iemand is, want ik weet dat die mijn ook vol zit met beesten. Dus als met een beetje geluk is er iemand die beest dan dood heeft gemaakt, hoef ik alleen maar even naar binnen en naar buiten te lopen. Ave Maria. Kijk, toevallig is er hier al eentje. Ineens. Ik zie daar ook al een dooie liggen. Dus dan bezoeren we gewoon naar binnen. En dan, kijk, daar zie ik al iemand vechten. Mooi. Dus daar kunnen wij ook gewoon vol trots voorbij. We vallen bij hem wel even aan. Hoppakee. En door. Inkoper, even serieus. Kansloos. Als het goed is moeten we hier ergens de completion krijgen. Ja, zie je. Hoppakee. Dan zijn we eigenlijk alweer klaar. Dus ik ga ook geen tijd meer besteden hier. Ik ga gelijk mijn hearthstone gebruiken. De moord. En dan zul je zien, we hebben daar straks hebben in die inn hebben toen de hearthstone neergezet. We hebben onze thuisbasis gemaakt en nu zijn we weer hier. Het scheelt ons weer lopen. Nou zie je ook dat hij zwart is. Dat betekent hier, nou wordt hij heel klein beetje licht. Ah, dat is een soort van klok is dat. Dat loopt dan zo af totdat hij weer helemaal wit is. En dan is er een uur voorbij. Dus over een uur kunnen we het weer gebruiken. Dan komt het eigenlijk op neer. Even kijken aan deze. Wie hadden we deze nou weer? Ik had deze toch gecomplete. Ja, ik moet net zeggen. What can I do for you? Hoppakee, level erbij. Westbrook Garrison. Gaan we zo meteen doen. We gaan eerst naar Stormwind, want daar hadden we ook nog een quest. Shipment to Stormwind.
Even kijken. Ik zie dat mijn microfoon het niet doet op Discord. Dat is vervelend. Zo vaak last van, hè? Terwijl die wel gewoon op de Blue Yeti Pro staat. Ah, nou doet hij wel weer. Voor de mensen die de stream aan het kijken zijn en je denkt van hey, ik kom even lekker gezellig babbelen, ik mag gewoon joinen hoor, ik bijt niet. En als je het leukste vertellen hebt, misschien heb je een leuke mop. Misschien heb je nieuws over bepaalde games die uitkomen. Maar ook natuurlijk. Het hoeft niet per se over de game zelf te gaan die ik aan het spelen ben. Als je denkt van hey, ik heb iets leuks te vertellen, kom er gezellig bij. Echt voor non-copyright muziek is dit best wel relaxte muziek. Maar die game muziek is ook wel relaxed hoor, wil je luisteren. Zo'n mooie muziek man. Kijk eens, system, sound. Hier. Kippenvel, de eerste keer toen ik het hoorde, die muziek. Was echt vol mooi. En iedere zone heeft zo zijn eigen muziek, dus echt wel best wel mooi. Dus dat vind ik. Kan zijn dat je zegt van, kerkmuziek. Kan ik me enigszins ook wel iets bij indenken. Ik vind het wel iets hebben. Goed, we hebben onze eigen muziek, dus daar ga ik me verder niet aan storen. Zo. You need something? You need something. Is er iets interessants? Increase armor voor een uur. Dat is best relaxed, alleen als je doodgaat is meteen ook die buff weg. Ik denk dat ik meer hier iets aan heb. See you around. Zo. Dus ik kan het even inzetten, weet je. Maar dit zijn soort van rotjes die je op de grond kan gooien en dan doet die 28 tot 32 vuur damage. Dus dat is wel toch weer extra schade die je kan aanrichten. Dat kan je net helpen. Mocht je net geen mana meer hebben, dat je die shit op de grond gooit, kan die gast dan ook doodgaan zonder dat jij zelf doodgaat. Even kijken, wij gingen naar Westbrook Garrison, als ik me niet vergis. Ja. Dan gaan we een stukje afsnijden, want ik weet waar die zit. Die zit hier. Ze lopen een beetje zeg maar langs de rand af, daar naartoe. Zijn die wolf killen? Wat moet ik doen? Als ze toch weer bezig zijn, kunnen we net zo goed even iemand killen. Dat is wel nuttig. Misschien dropt hij wel iets leuks. Of het erop niks. Dus, wat kunnen we hieruit concluderen? Dat ik eigenlijk best wel keihard door dit spel in mijn puntje, puntje, puntje wordt gepuntje, puntje, puntje. En op zijn zachtst gezegd vind ik niet zo heel relaxed. Nee. Nee. Het is liever dat de game is. Nou, doe maar gewoon de game. Ja, je snapt wel wat ik bedoel. Any hunter near Eastville logging camp that can use hunting bow. Roos. Nou, ik ben geen hunter, dus ik kan hem niet gebruiken. De groete. Oké, welke idioot heeft mij Blessing of Might gegeven? Increase melee attack power. Ik doe spells, dus daar heb ik helemaal niks aan. Hoes. Misschien moet je me even helpen, vriend. Ik weet niet. Hoppakee. En wel. Resist ook. Heel mooi. Hoppakee.
Ik word gewoon genaaid. Daar komt het gewoon op neer. Klaar. Wordt genaaid. En het is niet lekker. Weer niks. Jongen, jongen, jongen. Discovered Westbrook Garrison. Dat is mooi, want dan moet ik zijn. Ik zie al het gele bolletje, zie ik alweer. Dus wij moeten hier zijn. Want het hopper, ja, die moet ik hebben, ja. Accept. Greetings. Greetings. You need help, yes. For the Alliance. Go with honor, friend. Even kijken. Questlog erbij. 1, 2. We moeten, want het quest is altijd, die kun je niet alleen doen. Kun je proberen, maar ik kan je garanderen dat je gewoon keihard in die bruine anje wordt gebonjourd. Moet je niet willen. Tenminste, als je ervan bent, kun je het wel willen. Maar in een spel moet je het niet willen, want ja, daar schiet je niks mee op. Heel simpel. En de andere is, moeten we 8 armbanden gaan verzamelen van die beesten die hier in elkaar geslagen worden. Even kijken. Ja. Is er iemand hier? Kijk, dit is een hunter. Kijk, die heeft een pet. Die kan een beest temen in het wild. Dat die, net zoals ik. Ik heb mijn eigen pet, alleen ik hoef hem zelf niet te temen. Die heb ik gekregen. Hunter, die heeft zijn eigen pet. Kan die temen. En zelf is met pijl en boog of met zijn wapen dat hij zijn hand heeft, kan hij te werk gaan. Maar goed, wij zijn de Warlock en wij gaan het hiermee doen. En ik moet zo'n beest gaan zien te vinden die niet aangevallen wordt. En dat is vrij lastig, zie ik, want er staan hier helemaal bommetje vol met mensen weer. Och, het is niet te geloven. Die gaat lang duren. Zullen we kijken of die ene gast leeft? Die hokker. Nou, hier spant Hogger. Maar zo te zien is hij dood. En al was hij niet dood, had ik er nog niks aan, want ik kan hem niet alleen killen. Denk ik. Denk ik niet. Ja, die is van mij afblijven, anders word ik boos. Juist. Jammer joh. Je mag ook wel aanvallen hoor. Ik weet niet. Oké, okay. Hebben we een armband? Nee, natuurlijk niet. Gadverdamme. Even kijken. Oh, daar is er één, of niet? Ja, er is er wel één, alleen die is keihard dood. Daar is er geen. Oi, 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 oi. Het is ook niet te geloven. Och, hij is ook alweer aangevallen. Ik ga gewoon in zo'n kamp staan en dan wacht ik tot er eentje respawnt. Ik denk dat dat het meest effectieve is wat ik kan doen. Dan moet er toevallig eentje dichtbij inspannen, ik denk het niet. Daar is er een, maar daar zijn ook andere mensen die ook aan kunnen vallen en zo, zeg maar. Dat is vervelend. Dat is kei vervelend. Nou, span dan. Als ik daar zie dat er ineens 3 tegelijk komen, dan ben ik echt fucked. We krijgen een invite, dat is hartstikke fijn. Ik ga helemaal niet in die groep. Fuck it, doe het wel alleen. Ik heb zo het gevoel dat ik gewoon alleen maar genaaid word hier. Zo, aanvallen en gaan we die banaan. Oh, die is wel even level 10. Ho, is. Ik word gewoon keihard. Oh, ja. Ik boek hem. Houdoe. Veel plezier. Dit is niks voor mij. Die is veel te hoog level. De geroute. Tot ziens. Veel plezier. Ik boek hem. Ik hoop nog niet van nog bijna door tok. Even een appeltje voor de dorst. You're in combat. Hoe kan dat? Oh, is. Oh, ik heb een idee. I need to get closer. Oh, spannend, er gelijk 2.
de moord. Die gast is ook dood hoor, hé. Die heeft er 3 op zich. Die gaat keihard dood. Oh, die zijn in de groep zitten, want ze vallen meer eraan. Het je geluk. Ja, ja, je moet hebben, je moet hebben. Val aan. Die is nog rood, dus dat betekent dat ik gewoon de punten ga krijgen. Ik weet niet waar die vandaan kwam, maar goed. Maar ook geen armband, dus god, daar heb ik ook niks aan. Het is zo frustrerend, jongens. Dit spelletje soms. Ik wil gewoon... Gingertail, rot nou op. Weet je wat het probleem is? Als je items moet hebben die droppen van zo'n beest. En dan je gaat in een groep. En iemand anders die loot dat beestje. Nou, dan kun je hem niet meer looten, want dan heeft hij hem al. Dus eigenlijk heeft een groep echt totaal geen zin. Rennen, 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 rennen. Ja, top. Aanvallen. We hebben er één gevonden. Oh, hij rent er vandoor. Hier, kom maar gek. Ben je gek? Linnenklot, maar geen armband. Jongen, jongen, jongen. Het geluk is niet aan mijn zijde. Dikke struggle. Oeh, er zijn er wel veel hier. Kan ik er eentje meenakken of niet? Nee, allemaal aangevallen. Kak. Dit is best wel kak. Jammer joh. Armband? Weer niet. 14 koper wel, dat is zo relaxed. Nou, ik heb toch liever gewoon die armband, want ik wil die quest klaar hebben. Kak. Oh jongens, wat een struggle. Deze beesten zijn echt een hel. Kut. Met peren en appelmoes. Is dit hogger? Oh, dit is hogger. Nee joh. Kijk, dit is een elite. Die ziet ook aan dat portret hier. Heeft allemaal een gouden rang en zo. Dat betekent dat hij echt super sterk is. En dat hij bij meerdere mensen moet nakken. Anders, ja, gaat niet goed. Even kijken. Iedereen is hier gewoon alles aan het kapot maken. Gewoon. Kom op, we gaan ervoor, we gaan ervoor, we gaan ervoor. We gaan ervoor, we gaan ervoor keihard voor. Never give up. Hopelijk helpt iemand mee. Doet hij niet, die vuilak. Alles is geresist. Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. Oh, ik ben gered. Oh, is. Kak, laten we zitten. Een beest wordt gewoon genakt voor mijn neus. Ik ga trouwens eerst even mijn levens bijhalen, jongens, want dit gaat niet goed. Ik ben alleen nog in combat, dus ik moet heel even wachten tot die zwaarden weg zijn. En nu, juist. Even een appeltje om mijn levens terug te krijgen, want het gaat anders niet goed. Positief is wel dat we 14 zilver hebben. Ik heb wel 10 zilver nodig om een groep te maken. Dan zit te twijfelen om dat nu te doen of een andere keer. Ik kan er wel een groep maken, maar ik heb er eigenlijk totaal geen reet aan. Ik denk dat ik beter mijn geld bij me kan houden. Ik denk ook dat ik dat ga doen. Dan kan ik beter bewaren om een betere spels te kopen en zo straks. Eentje die niet aangevallen wordt, heel misschien toevallig. Zou wel relaxed zijn. Maar nee, natuurlijk niet.
De struggle. Dit is zo vervelend. Man, het steekt hier ook van de gasten overal. Nou, lekker bij het kampvuur. Oh, is. Zie je in zijn pijl voorbij vliegen. Ja, een kogel, want hij schiet met een wapen. Ongelooflijk. Deze game is gewoon te populair, daar komt het eigenlijk op neer. Jou wil ik hebben. Yes! Die is van mij. Steek de mocht. Waar is mijn minje? Oh. Nou, dan hadden we geluk dat hij even voor ons spande. Alleen hij dropt nog steeds geen armband. Ongelooflijk. Ik heb er nou echt 6 of 7 gekild. En geen van alle hebben ze hem gedropt. Dat is niet te geloven. Echt ongelooflijk. Ik begin de moed een beetje te verliezen in deze quest. Het duurt anders veel te lang. Maar ja, aan de andere kant, ik moet wel, want ik moet levels omhoog. En als ik niet levels omhoog kan, kan ik ook niet verder. Dus ik ben eigenlijk gefrustreerd. Aan dezelfde kant, ik kan niet verder, want ik moet dit gewoon doen. Want anders heb ik geen andere quest om te doen. Want als ik één quest klaar heb en inlever, dan unlock ik een nieuwe quest. En als ik dat niet doe, dan kom ik ook niet verder. Dan kan ik ook niet verder levelen. Dus sta ik vast. Dus ik sta eigenlijk... Eigenlijk moet ik gewoon doen wat er staat. Dan komt het eigenlijk op neer. Waarom is dit spel zo populair? Ik begin honger te krijgen, jongens. Ik heb er één. Huts. Voilà, jongen. Zet hij daar weer uit zijn neus te eten. Kom op, ga ze erop. Oh, ik ga bijna dood, ik ga bijna dood. Sterf. Oh. Hey! Een 6-slot bag, kijk. En als we deze hier naartoe trekken, hebben we 2 bags. Extra ruimte. En een armband. Ik ben helemaal happy. Ik pak er eentje van jou. Ziet dat goed? Zo. Pak wij hem. Ja, zo. We hebben er toch nog eentje weten te schoepen. Dan moet je wel snel dood, want anders ga ik dood. That spell isn't ready yet. En betere handen. Of ja, handschoenen. Dus die gaan we ook aan doen. Want die is 10 armor en die ik aan heb is 6. Dus die gaan we vervangen. Zo. Kijk eens aan, dan moet ik wel eventjes mijn leven terug gaan krijgen. Ik ga hem even met drinken even hier neerzetten. Dus misschien dan kan ik meteen zien hoeveel dat ik er nog heb. Ik heb alleen geen eten meer, zie ik. Deze is misschien ook wel handig om die neer te zetten. Het valt iets meer op. Ik heb het gevoel dat hier dadelijk dingen gaan spawnen. Hogger.
De struggle is real. Godverdamme. Wat het beste zou zijn is als je dit met iemand speelt. Waarmee je samen kan werken. Ah, jij bent echt een vuilak. Of niet? Oh nee, ik heb hem. Ah. Hij blijft rood, dus dan zal hij wel voor mij zijn. Het zal niet zijn dat we hem allebei kunnen looten. Oké. Okay. Kan ook haast niet. Oeh, een quest. This item begins a quest. Nou, ben benieuwd. Go to Marshall Duncan in Goldshire and give him the collector schedule. Oké. Yes. Oh, dit moeten we daar gewoon in Goldshire inleveren. Meer hoeven we niet te doen. Dat is makkelijk. Makkelijk, hè? Oh, kut. Mijn imp is dood. Shit, nou sta ik er alleen voor. Ik heb totaal niet op zijn leven gelet, eerlijk gezegd. Maar dit lukt wel, dit lukt wel. Zo, maar dan moet ik er wel eentje gaan summonen nu. Ik heb geen mana, dus dan moet ik even wachten. Ik ben ook nog in combat om de een of andere reden. Oh, nou niet meer. Wacht even totdat ik 120 mana heb. Kut. Ik zie daar ineens een beest spannen. Gelukkig lukte hij maar veel. Even mijn imp. En daarna ga ik eventjes mana drinken. Ave Maria. Nou jongens, kill die gast even, dan kan ik drinken. Goed zo. Wil jij hem even, alsjeblieft? Juist. Oh, is mijn pet nou, hij is nou alweer dood, joh. Ongelooflijk. Oh, ben ik blij als ik level 10 ben. Het eerste wat ik ga doen is die betere pet halen. Want deze is echt zo slecht. Echt ongelooflijk. En een armband, kijk. Hè? Nog maar 6. We zijn volgens mij echt al een half uur bezig met deze opdracht. Echt bizar lang. Ongelooflijk. Echt 6 klap of zo en hij is gewoon dood. Kan toch niet. Ellende. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Het zou wel relaxed zijn als er nou eentje kwam, maar tuurlijk niet. Is de muziek gestopt? Ja, even verder kijken. Ik voelde al zo stil, ik denk, ik had er straks nog iets achter aan staan. Maar... De muziek was gewoon ineens stopgezet. Ongelooflijk. Nou, wat blijft iedereen, joh. Kom, spannen, hoppakee. Dat is echt de kutte van een game die echt net uit is. Iedereen zit nog bij die beginstadjes allemaal. Die hebben allemaal dezelfde dingen nodig die jij nodig hebt. Maar aan de andere kant is het wel weer leuk. Het geeft wel weer, maakt het wel levendig, zeg maar. Dus het heeft zijn voor- en nadelen. Die heb ik. Kut. Ik bedoel wat vervelend.
ik moet hier blijven, want ik weet dat hier dadelijk ieder moment eentje komt. Ik zie het alweer gebeuren dat ik denk van ja, fuck it, ik loop die kant op en dan komt die hier. Beer. Hm? Oh, zo komt die beer ineens vandaan, joh. Kan onder. Ja, ik val even aan of zo. Ik moet in eentje die beer nakken. Deze beer is wel sterk. Niet sterk genoeg. Hey. Ja, dan kan die pelt wel meenemen. Kunnen we gewoon weer verkopen natuurlijk. Even kijken of we erbij zijn. We hebben nog 8 spots left. Oké. Okay. Oh, dat is hokker. Hoe is? Kom op, kill hem. Nou, hopen dat die arm dan dropt. Scheelt er toch weer een. Gadverdamme. Healing potion, die is wel nice. Als we... Die zetten we er ook even bij. Zo. Als we echt levenstekort komen tijdens de fight, dan kunnen we onze health potion gebruiken. Dan we nog iets van leven terugkrijgen. Is die... Och. Er zit echt een irritante duif hier herrie te maken. En altijd bij mijn raam. Het is of een uil of een duif. Een van die twee zitten altijd hier. Dat is echt zo irritant. Weet je ook irritant is? Als iemand een beest voor je neus wegkaapt. Dat is ook vervelend. Zo, stond ik nou in de fik? Ja. Ik denk al, wat gebeurt hier nou? Komt u maar, ik wil ook een beetje hebben. Zucht. Waarom is de muziek nou weer gestopt? Er is er een. Nee, jij vuilak. Het is dan niet te geloven hoeveel mensen hier nog steeds zijn. Hè? Zijn ze niet onderhand klaar? Ze hebben hier het halve bos doodgemaakt. Godzonde. Wat kan dat nou? Ik snap er werkelijk waar gereed van. Oh, ik dacht even dat er eentje was. Shit. Ik denk dat ik mijn meeste kans hier heb. Hier zit bijna niemand. Dan komt er hier nog eentje aankakken. Kleine smurf. Af, af! Ik wil er gewoon in hebben, jongens. Kom. Ik wil hier op het krukje zitten. Zo. Zo. Nou, even kijken.
Het is er niet heel erg van. Struggles! En ik begin me nou lichtelijk te irriteren dat er helemaal niks meer komt. Ik ga niet weg, want ik weet dat er hier dadelijk iets komt. Kijk, wil je net zien als ik wegloop? Nee, ik ga het ook echt niet doen. Ja, hier hebben we er een. Mis! Nee, raak hem! Juist, ik wou net zeggen. Ga hem niet lopen missen, jongen gek. Kut. Hoe is? Hoe ben ik ineens half leven? Wat? Hou op met me hoor, hé. Hey. En dan komt hij achter mij aan, daar heb ik helemaal geen zin in. Laat maar met rust, man. Je bent veel te sterk, ik weet niet hoe je dat deed, maar... Dat vind ik niet relaxed. Oh, dan helpt hij wel, hè. Als hij even van mij af is, vuilak. Ik moet ook die Voidwalker hebben, dat is die upgrade. Die is zo sterk. Daar, die. Wat een naam trouwens ook weer. Jomvuk. Die is echt fucking sterk. Die maakt het leven echt een stuk makkelijker. Ja, aanvallen. Die is van ons. Nou ga ik niet wegrennen, ook al heb ik mijn helft leven. Maar deze kan ik hebben. Kom op. Dit is interessant. Ga ik deze bewaren voor mijn volgende character? Of ga ik hem disenchanten? Ik ga hem in ieder geval even bij me. Ga ik even daarin stoppen. Alles wat ik wil bewaren, steek ik daarin. I'm out of range. Thanks. Ze killen hem gewoon voor mij. Super nice. Dankjewel. Dankjewel. Ik niet hoeven. Wat liefdheid gedaan heb. In ieder geval. Hoeveel moet er eigenlijk nog? 6! Ongelooflijk hoor. Hey. Ja, nee. Spant een heel groepje. Oh, kijk hem rennen. Hij is genaaid. Of niet? Het is altijd wel leuk om te zien als één ventje denkt, ik pak ze allemaal. Dat hij meteen een heel groepje achter zich aan. Ja, moet je rennen voor zijn leven. Dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Maar dit duurt echt best wel lang. Gewoon. Kijk hoeveel mensen dat er ook staan in dit kleine stukje. 1, 2, 3, peer. Daar heb ik niks aan, kut. Nou goed. Kill hem maar gewoon. Maakt het ook uit. Misschien dat hij iets leuks bij zich heeft. Zou zomaar kunnen natuurlijk. Heb je iets? Iets net. Oh is. Pak hem. Jij. Hup erop. Even afstand houden. Oh, health potion. Kijk. Die kwam even goed van pas, die health potion. Holy banana. Oh, ik ga nog keihard dood gewoon. Ongelooflijk. Not enough mana. Het spel is gewoon niet leuk meer. Kijk, dit bedoel ik met ver lopen. Het had er een keer van moeten komen, hè. En dat komt allemaal door die imp. Ik moet die Voidwalker hebben. Ten eerste ziet hij er stukken stoerder uit. Ten tweede is hij ook veel sterker.
En ja, ik moet hem gewoon hebben. Klaar. Het leuke van de geest zijn is, je kan wel gewoon over water heen lopen. Een soort Jezus effect. Het is in ieder geval sneller als zwemmen. Even kijken. Hoe is dat? Ik was niet de enige die dood is. Maar echt jongens, ik heb pas... We zijn hier nou dik een half uur, hè? Ik heb er pas twee. Tel uit je winst. Maar ik moet ook zeggen dat ik wel ongeluk heb qua drops. Hoor. Ze zijn bijna niet gedropt gewoon. Ik heb best veel gehad. Best wel veel gekild. Milan Plays, thanks voor je follow op Twitch, jongen. Welkom, leuk dat je erbij bent. Goeie buddy. Pizza Hut, kut. Oh, daar is er één, wou ik zeggen, maar die is al bekend dood. Oh, ik heb hier nog... Hé, wat is die gozer die er straks die mij gekild had? Maar die hebben hun nog gekild, dat is wel nice. Gewoon een gratis armband. Dan hoef ik er nog maar 6. 5. Ik kan niet tellen. 5 plus 3 is 8. Ja, ja, ja. Tjaka. Pak hem, pak hem, pak hem, jongen. Pak hem, pak hem. Maak hem kapot. Huts. Maak hem kapot dan. Ik wil me voidwalken, want deze imp is koudloos. Kijk die kleine smurf hier. Nog eentje. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. En nog een armband. Kijk. Nog maar 4. Oké, ik ga weer keihard dood. Ik ga weer keihard dood. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt eigenlijk wel uit. Ja, ja, ja. Val hem aan, val hem aan. Toen krijg ik dadelijk de killcount. Maak hem kapot, maak hem kapot. Of niet? Huh? Oké. Dan niet. Dit is... Die kant op lopen. De struggles van deze game, hè, is echt. Ja. Het gevoel van 2004. Het is niet de huidige versie, hè. Of hij denkt van, oh, killer even 10 achter elkaar. Nee. Je bent gewoon keihard fucked als je niet oplet. Ongelooflijk. En waarom kapt die muziek er steeds mee? Kan toch niet? Zullen we eventjes terug naar boven gaan, zo. Zo. Ik denk, waarom red je niet verder, maar het was steeds het laatste liedje van de playlist. Mag wel iets harder, toch? Jawel. Ja, la 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 la. Even kijken. Oeh, schrok me de tering. Ineens hier allemaal mensen. Accept. Meteen die imp tevoorschijn toveren, voordat er dadelijk weer ergens achter in mijn bruine eier vandaan geboezeld wordt. Heb ik geen zin in. Nou, hup, die imp eruit, wat is de plaats. Deze muziek toch nou wel weer daar. Zo. Dat is beter. Nou, jongens, span er een in, anders word ik helemaal gek. Daar staat een groepje. Ik pak die achterste. Fuck jullie allemaal.
Ik voel dat hij een armband gaat droppen. Dat gevoel heb ik. Ik val even aan of zo. Ik weet niet. Make yourself useful. Help me out. Ja, ik was al bezig, jongen. Halve. Hup, ga ze erop. Sterf, sterf. Armband, sterf. Armband, armband. Nog drie, jongens. Ik voel het winnaar aankomen. Pak hem. Ik voel een winnaar. Kom op. Oh, hij is oh nee. Niet weer. Nee. I need more mana. Ik ga echt huilen dadelijk. Kan zo niet. Ik zet die imp dadelijk echt op zwarte wowmarktplaats.nl. Helemaal klaar mee. Niet dat zoiets bestaat, maar ik had het zo gedaan. Mee op marktplaats, die imp. Wat een pauperbeest. Godgeloeiende. Maar we zijn dichterbij gekomen, hè? Elk beetje telt. Ik vraag me af of die überhaupt bijhoudt hoe vaak ik dood ben gegaan. Ik hoop het niet, want dan denk ik dat het nummertje zeg maar buiten het lab tekst komen te staan. Na een gegeven moment, wacht hier, is dat niet social? Nee. Ik dacht eerst van hij staat hier tussen ofzo, maar het zijn gewoon met dus mijn French vriendenlijst. Oh. Dus mocht je me toe willen voegen, dat kan ook natuurlijk, dit is de code. Jantos hashtag 211144. Ik kan wel eventjes nou, alle online staan is goed zo. Immersion ruined. Looking for more hogger. Zullen we die gewoon doen? Dan gaan we eventjes iets anders doen. Ik ga wel mee. Invite me for hogger, please. Doe wel even wat, zodat ik in leven ben. Anders denken ze ook van, oh die gast is dood. Fuck hem. Nu. Nee. Gaan we eventjes eerst tot leven komen. Zo, invite me for hogger please, dan kan ik even snel resurrecten. Nee, ik ga me niet inviten. Dan ga ik eventjes mijn voidwalker summonen en... Kut, die had ik eigenlijk willen hebben. Nou. Misschien komt er nog eentje hier. Misschien niet. Misschien wel. Invite voor Hogger. Ik zit gewoon te wachten iemand mij nou een invite stuurt. Juist. Hij valt ook niet aan, hè, die halve zol. Ik denk al wat duurt het lang, maar hij schiet helemaal niks. Dat is op niet op te letten. Hoppakee. Cloak 9. Oh, die is beter dan ik nou heb. Ik heb er eentje van 5. Waar zit die? Daar. Wat zo plaats. Hier heb ik. Vieze rik. Dan zijn we nou met een groep van 5. Volle groep, hartstikke mooi. Dan moeten we even wachten op die ene elite, weet je wel, met, met die gouden dingen. Dus dat is zo'n beest, maar die met zo'n gouden rand eromheen. Hogger heet die. Als we die hebben, dan is feest. Is dat hem? Nee, dat is hem niet. Kan ik hem ook niet looten, hè? Dat is zo kut in die groep. Kan deze wel looten? Kan ik ook niet looten.
Oh, hier is er nog eentje. Misschien deze dan. Zou je dat eerlijk verdelen, die kills? Denk het namelijk niet. Ik geloof er geen reet van. Die hobbel die spant ook voor een meter. Ja, er is er eentje. Juist. Hey! Nog maar twee. Oké, dan gaan we kijken of we in een groep kunnen komen. Dan gaat het misschien wel makkelijker met het verzamelen van die dingen. Of dan krijg je dan minder XP. Dat moet dan maar. Oh, daar is die hogger. Hallo, iemand, help eens. Waarom heb ik dat beest op me? Hallo? Hallo? Pak hem af. Waarom krijg ik, waarom heb ik, hoe is? Iemand mag mij wel helpen. Nou, het goede nieuws is dood. Slecht nieuws is, ik ben waarschijnlijk te laat om te looten. Dit is echt ruk hoor, hé. Dan zeggen ze ook in chat, phew! Gelukkig ben ik niet dood. Phew! Nee, ik ben weer fucked. Gadverdamme. Dit is vervelend. Ik ben ook altijd, het maakt gewoon niet uit welk spel ik speel. Ik ben altijd de Sjaak. Altijd de Sjaak. Nou, duim me dat ik op tijd terug ben, maar ik ga het er niet vanuit. Ik denk dat hij veel te snel despant, die motherfucker. Vooral omdat ik best ver van hem vandaan ben. Oh mijn god. Maar één ding weet ik wel, ik ga in ieder geval even kijken of ik ergens in een groep erin kan. Dat maakt het dan toch wel iets makkelijker, denk ik. Want anders blijf ik hier nog een half uur aanpoten. Heb ik geen zin in. Met een beetje geluk kan ik hem. Ik kan me trouwens herinneren dat ik er straks ook eentje geloot had terwijl ik dood was, toen ik teruggelopen was. Dus het kan zijn, er is een kans aanwezig dat ik heel misschien toch nog. Mijn shit krijg die ik moet hebben. Waar ligt die veel? Waar ligt die? Yes! Oké, nou nog eventjes. Eventjes hem. Oh kut, ik heb geen. Nee, laat me zitten. Ik heb geen dingen. Laat me zitten. Ik heb geen pet. Dat heeft geen zin. Het zou heel dom zijn als ik dat ging doen. Zo! Daar rent een heel kamp achter iemand aan. Super nice. Dat vind ik leuk. Dat is lachen. Oeh. Ik ga gewoon roepen. Invite me voor groepies. Hoppakee, kijk, dat werkt altijd. Ja, gewoon even invite voor die groepies, hè? Dan krijg je zo'n invite. Zo, die ballen die je hier ziet op de map, dat zijn de mensen waarmee ik in de party zit. Dat zijn hij, bijvoorbeeld Sanctuary. Yo! Lekker!
Ga nou hopen dat, deze, dat ik deze mag looten. Want dat wordt wel volgens mij random verdeeld wie je mag looten. Deze mag ik niet looten. Misschien hem wel. Dus vanaf nu, als we zulke soort quests hebben waar te veel mensen zijn, dan gaan we gewoon in de party. Die mag ik ook niet looten. Dat zal waarschijnlijk de volgende van mij zijn. Hopelijk is dat hij. Level 10. Misschien heb ik dan meer kans dat er een armband dropt. Kom op. Kom op. Shred. Juist, nog eentje. Het is wel een goede groep. Ze zitten er mee bovenop. Het is wel relaxed. Juist. Alleen geen armband, dat is jammer. Hoppakaas. Ja, er is er eentje op die. Ja. Komt ie maar. Ik moet er nog twee. Alsjeblieft. Gadverdamme. Ze blijven een beetje zo. Oh, hier. Ik ga geen spels kasten, dus te veel moeite. Nou, één van de twee is toch wel voor mij, hè? Jawel. Nee. What the fuck. Nou, die is dan voor mij. Kom op, boys. Pakken wij. Juist. Nou, als deze ook niet voor mij is, dan word ik gek. Dan ga ik eten halen, denk ik. Met de honger. Ja, die is wel van mij. En een armband. En linnenklot. Kijk. Daar is er één. Die is niet voor ons, denk ik. Nee. We hoeven nog maar één, jongens. Dan zijn we eindelijk klaar. Wat een ellende. Ik weer helemaal gek. Waar is mijn groep? Oh, die staat hier nog gewoon te bonjouren. Dat is wat hun doen. Ze blijven als een groepje. Blijven ze een beetje in het midden. Dat ze overal van die beesten kunnen aantrekken. Ik best slim. Ja, hier is er eentje. Jazeker. Komt u maar. Mag ik wel hebben, hè? Nee. Fuck you. Met de M, met de V, hè? Fuck you. Nee, we doen niet. Schelden doen we niet, Jan. Ja, kut, met de C hebben we. We hebben fuck you met de V. Kom op, jongens. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Ja, ja, ja. Komt u maar, komt u maar, komt u maar. Welkom, welkom, welkom. Ja, nee. Gadverdamme. Your share of the loot is 2 koppig. Nou, een vetpot. Kut. Waarom valt hij mij aan pleur op, man? Ik doe niks. Ave Maria, oh. Ja, ja, mag ik hem, mag ik hem, mag ik. Zet me niet mee. Oh, is die voor ons? Die is niet voor ons. Viezerik, hè. Ja, ja, deze is. Hey, hey. Komt u maar. Die mag ik wel hebben, hè? Jawel. Moet haast wel, juist. Ik wou net zeggen. Maar, niet getreurd, deze die verkoopt heel goed. Ik moet na de livestream moet ik even een keertje gaan kijken voor addons. Zodat ik daadwerkelijk nou meteen kan zien hoeveel dat die verkoopt. Er is een addon voornamelijk, want dat hadden ze toen nog niet. Kom op jongens, val eens aan. Ik weet niet, ik sta hier alles mee te doen. Nou, is goed, dan doe ik het wel. Ik krijg dan ook de kill, niet? Nee, hoes. Er is heel veel gekild, maar ik zie nergens loot. Ik
zag ineens allemaal XP op mijn scherm komen. Ik kan niks looten, zo te zien. Oh, hier hebben we er nog eentje. Kan ik hem looten? Nee, ik zag hier niets. Dat is niet, nee. Waar is iedereen? Serieus? Ze lopen echt van links naar rechts. Wordt er helemaal paranoia van. Je kunt er nooit bijhouden zo. Kanonnen. Dat is ook geen van ons. I will get you. Oh, hoop het niet. Ja, we hebben er weer een. Ik hoef nog maar één fucking armband en dan ben ik klaar met deze enorme grafquest. Ja, dat is ook. Ja, dat mag je hebben ook. Goed. Ik ga hem niet van jou killen in ieder geval. Dat ga ik niet doen. Hier iets van ons tussen. Daar zit een chest in. Waarschijnlijk loot hij alles. En de chest verdwijnt. Egoïst. Maar aan de andere kant, ik had waarschijnlijk exact hetzelfde gedaan. Ja, die is van ons. Nou, deze mag ik toch wel hebben. We hebben er inmiddels alweer 3-4 gehad. Het is mijn beurt. Juist. Dan zal ik hem op mijn griet rollen dan. Gadverdamme. Daarachter loopt er een. Ja, jij moet hem hebben. Juist. Popkee. Aanvallen. Nou, drop die armband. Yes! Hé, godverdorie, dat duurde lang. De groeten, tot ziens, tot nooit meer. Wat een pleurisplek. Party, thanks voor... Party guys. Good luck. No problem. Thanks. Hey. Wij zijn er keihard weg van. Ongelooflijk. Wat hebben wij hier lopen hannissen? Nou. Ja, ik doe die niet, maar ja, ik snap natuurlijk wel dat kijken is ook, hè, meisje drukkelen, haha, leuk. Kan ik er wel iets bij indenken natuurlijk. Voor mij was het echt zweten alsof het, 16 armor in plaats van 9. Dat is bijna dubbel, gek. Be careful. Be careful, ik doe mijn best.